De meeste bomen beginnen weer te bloeien, dus de sapstroom komt ook weer op gang. Let wel op, je moet namelijk wel met een paar dingen rekening houden. Omdat de sapstroom vanuit de wortels door de stam omhoog gaat, is de stam heel kwetsbaar. In de winter is dit niet het geval, omdat er dan geen sapstroom plaatsvindt. Houd er dus goed rekening mee dat de stam van je boom niet beschadigd wordt. Wordt jouw boom bezorgd, zorg er dan voor dat de stam nergens tegenaan leunt. Want bij lichte wrijving kan er al schade ontstaan. De schade kan zorgen voor hinder van de sapstroom. Hierdoor kan de bloei en groei van je boom verminderen.